Hoi mensen en welkom terug bij een nieuwe Vraagje Vrijdag. We staan hier voor de Bijenkorf in Amsterdam. Dit keer met Harry van Harryactie en natuurlijk Bardo. En we gaan weer wat vragen doen voor de Vraagje Vrijdag. Weet ik wat we wel moeten zeggen? We staan voor de Bijenkorf omdat... alles is liefde daar gefilmd is. Ja zeker, dit is nou ook een hele legendarische scène dat Carice van Houten boos de Bijenkorf uitstormt. Bij die taxi hier, ze staat te wachten en dan komt die taxi aan en dan zegt ze lul! En dat was dan hier zeg maar. Nou, dat is de Bijenkorf. Maar je mag helemaal geen uitschrijven. Nee, dat is het raar ook. Jij wil dat, kijk, hier weg, kijk daar rijdt een... oh, daar rijdt de taxi. Ja. Laat maar, ik heb niks gezegd. Ik heb iets in mijn leven behaald nu, soortgelijk. Wat vind je de meest epische filmsoundtrack / score ooit? Dat vind ik een hele goede vraag. Ik denk toch wel die ene van Intouchables, ken je die? Van Fly, het nummer Fly. Intouchables ken ik wel, dat is een hele goeie. Zodra ze in de auto zitten op het einde en in het begin, is er één heel specifiek nummer. Dat vind ik wel echt een vet nummer. Ik vind Avengers, dat ene ding, weet je wel, dat is de Avengers Assemble. Dat geluidje van... ja. Nee, dat is iets anders trouwens, ik weet het niet meer. Ik ben dan toch Lord of the Rings. Als The Shire begint van de Hobbits... dan krijg ik echt gewoon kippenvel, elke keer weer. Weet je, Lord of the Rings is altijd de beste. Heb je de magie in je hoofd? In mijn piemel. Magie man. Helemaal aan de pillen. Ik heb een hele magische piemel. Als je er heel vaak over wrijft, komt er een spookje uit. Dat doet hij gewoon op de dam, hè? Dat doet hij gewoon op de dam, gekke bite. Dit is dus waarom we dit niet op straat moeten opnemen, dit soort dingen. Het zijn allemaal mensen die kijken van, wat? Ja, spook in je lul? Volgende dan, pannenkoeken of pizza? Pizza, motherfuckers. Pizza. Pannenkoeken. Homo. Wat is dit? Hoezo? Pannenkoek is echt, je hebt pizza, gewoon een krachtige, volle pizza en dan kom jij met je fleurpannenkoek aan. Oké, A, pizza is duurder. B, pannenkoeken zijn makkelijker. C, pannenkoeken zijn nog... ah, kom. Ja, de pannenkoeken bij de Oude Tij misschien. Pannenkoeken kun je nog verkeerd bakken, hè? Pizza ook. Ik bedoel, het gaat om de persoon die een bak. Nee, pizza niet. Pizza bestel je. Pizza is als seks. Ja. Zelfs als het slecht is, is het nog steeds lekker. Ik zeg met de bek van Talliver, ja kut. Als een pannenkoek slecht is, is het niet direct lekker, daar heb je wel gelijk in. Een slechte pannenkoek is ook echt een slechte pannenkoek, weet je. Dat is ook echt naar. Ik denk dat iedereen wel een keer een pannenkoek heeft gegeten en dat hij dacht, oh dit is echt naar. Die nog nat is van binnen, hè. Ja, dat echt... maar kunnen jullie pannenkoeken bakken? Dat is de vraag. Nee. Ik ook niet. En jij? Geef mij een ei en een pak melk en ik bak die voor jou. Maar heb je wel iets meer nodig? Oh, maakt niet uit. Wij, iedereen van BanjoTown, uit welke stad kom je ook, Harry? Sittard, dicht bij Maastricht. Oké, dus ben je in Sittard, neem het alsjeblieft op, bel bij Harry aan en Harry bakt pannenkoeken voor je. Lijkt me een goed idee. Deal? Ik vind dat goed. Ja, deal. De eerste die dit doet krijgt de pannenkoek van Harry. Ik zeg doen, dat is een mooie video. De volgende is, waarom is Jordi homo? Omdat het een keuze van hem is om dat te zijn. Ja, het is gewoon een keuze van hem die hij maakt en daar staan wij op sommige momenten achter. Daar kan iedereen toch gewoon respect voor hebben? Nee, daar heb ik niet gezegd. Nee. Nou, hij associeert zich graag met die scene, weet je wel. Je hebt zeg maar emo's, gothic, hipsters. Hij is graag homo. Trying to fit in. Ja, weet je, vroeger, jij wilde agent worden. We hebben hier een brandweerman, ik presentator. Jordi wou vroeger homo worden. Ja, dat kan. Dat is een keuze. Ik zit daar voor me in de kleuterklas. Wil jij laten worden? Homo! Ja, ik wil zo graag homo worden. Nee, maar de allerlaatste vraag. Gaan jullie ooit een serie doen met iedereen van BanjoTown? Als iedereen ooit een keer kan, op dezelfde tijd en op dezelfde dag, ja, misschien. Dat is een hel, dat is echt een hel. Dat is echt de moeilijkste. Kan jij ooit een keer een serie doen met heel BanjoTown? Als iemand mij geld geeft, dan doe ik het wel. Ik heb tegen 50 cent. 50 cent, 60. 60? 60 cent. Nieuw. Wij gaan met Harry een video opnemen voor BanjoTown. Hoe vet is dit? Dus check het kanaal van Harry in de beschrijving hier beneden. Was dat het? Oh. Alle vragen? Kijk eens. Hoi man. Hallo. Hallo. Hey, what's up? Even bijstaan. Leuk, kom erbij. Kom erbij. Dat is een met een Vraagje Vrijdag, joh. Kom maar even. Hey, kom hier with us staan, hè. How do you heten? Very good. What's your name? Mitch. Mitchell. Your name? My name is Eric. Nice to meet you, Eric. Thanks. What are you doing? Sorry, just enjoying Amsterdam. Got some strawberries from Holland. They're nice strawberries. This lovely. Shit is good. This shit is getting real, man. This shit is getting fucking real. Hey, party, party, party. Wauw. Ja, toeristen. Harry. Tuurlijk. Harry. ja, actie. Ik zou zeggen, check dus nu echt het kanaal van Harry. Meer reden heb je niet nodig. Precies. En vergeet niet een duimpje omhoog te geven op deze video en te abonneren op BanjoTown. Zien we de volgende keer weer met een nieuwe Vraag Vrijdag. Later. Peace. Banjo.